Ik ga mij samen met jullie opmaken en ik ga ondertussen een beetje een live update geven, onder andere over onze verbouwingen. Ik ga mij nu klaarmaken om eigenlijk vandaag, of heel deze namiddag eigenlijk, content te maken. Dus video's voor YouTube, voor TikTok, voor zowel mijn winkel als mijn persoonlijk kanaal. Dacht ik ga nog een keer een update geven over wat er in mijn hoofd omgaat, wat er in mijn leven staat te gebeuren, enzovoort, enzovoort. Dus leuk dat je kijkt. Als je mij hier op YouTube een beetje volgt, dan weet je dat we echt super veel problemen hebben met ons huis dat we gekocht hebben. En dat is eigenlijk al een jaar aan het aanslepen. We hebben het huis nu een jaar en een half en we hebben de winkel verbouwd. En eigenlijk hadden we niet gepland om de verdieping erboven te verbouwen. Maar ja, het ene probleem na het andere kwam gewoon op. Dagen of opduiken, waardoor dat we eigenlijk een volledige renovatie moeten doen, omdat we schimmelmuren hebben, vochtmuren, leidingen die van water die niet horen te zijn hoe dat ze moeten zijn. Daar hadden wij ons dus allemaal niet op voorbereid. We zitten nu in deze situatie, we kunnen er weinig aan veranderen, dus daarom dat we dus verbouwingen gaan doen. We zijn sinds vorig jaar er eigenlijk mee bezig met offertes op te vragen. Eindstand na een jaar hebben we nog altijd geen offerte. We zijn met verschillende partijen eigenlijk al gaan samenzitten, maar daar kwam er maar geen offerte tevoorschijn. Nu zijn we met een bedrijf bezig sinds februari ongeveer. En hopelijk krijgen we een van deze dagen eindelijk een offerte, want ik maak mij daar heel veel zorgen in, omdat er heel veel gaat gebeuren om het huis eigenlijk beter te maken, beter naar onze levensstijl en naar onze behoeftes. Alle leidingen worden vervangen enzovoort enzovoort. En ja, daar komt een serieus kostplaatje bij kijken. En ik maak me daar heel druk in. En dat is niet altijd even makkelijk, want dat zorgt voor heel veel stress. Zeker omdat er het voorbije jaar ook het een en ander gewijzigd is qua werk. Ik ben sinds april eigenlijk volledig zelfstandig geworden. Dat was ook de beste beslissing voor mij. Ik heb gewoon zoveel werk dat ik gewoon niet doorgeraak door alles. Zelf nu, met iets meer tijd, ja, lukt het mij niet om alles gedaan te krijgen. Maar ik ben dus overgeschakeld van bijberoep naar volledig zelfstandig. En ja, ineens moet ik mezelf ook een loon betalen. Voor mij betekent dat ook dat ik volledig voor mezelf verantwoordelijk ben voor mijn loon. En aan de ene kant kun je denken, oh dat is goed, want ja, ik ben hier even met mineraalpoeder. Dat zit hier allemaal te zweven. Ergens ben ik er wel volledig zelf verantwoordelijk voor. En langs de andere kant leg ik mezelf nu heel veel druk op door die verbouwingen om meer te gaan verdienen. En ben ik eigenlijk niet echt meer tevreden met het resultaat dat ik heb. Toen ik zo volledig zelfstandig was, was ik al gewoon heel blij dat ik mezelf gewoon, dat ik mijn kosten kon dekken, dat ik mezelf mijn lening kon betalen, mijn vaste kosten enzovoort. En nu is daar ineens een hele andere factor bij. Nu heb ik zo precies het gevoel alsof dat ik elke maand zoveel moet gaan kunnen sparen om ja, die verbouwingen te betalen. Maar uiteraard, op dit moment is het voor mij heel dubbel, omdat ik mezelf heel veel druk opleg om veel te kunnen verdienen, voor te kunnen sparen voor de verbouwingen. Als je net volledig zelfstandig bent, ja, zit je nog niet op dat punt dat je zo ineens heel veel kunt gaan sparen. Of toch, in mijn geval is dat niet het geval. Het zorgt bij mij voor heel veel stress, omdat ik het gevoel heb van oké, ik moet mezelf weer gaan betalen, maar ik moet ook nog veel meer verdienen voor die verbouwingen. Dus het is allemaal heel dubbel dat eigenlijk die verbouwingen gewoon voor mij voor heel veel stress zorgen. En als we dan gaan kijken naar het tijdschema, normaal gezien beginnen ze in februari. Hoe lang het gaat duren, geen idee. Maar wij moeten dus voor februari alles uitgebroken hebben. Het zijn drie verdiepen dat we eigenlijk moeten uitbreken. Zowel vloer, muur. Muren gaan we denk ik niet zelf doen, want dat vind ik een beetje te eng. Maar ja, eigenlijk alles dat je ziet moet afgebroken zijn. En het zijn dus drie verdiepen die, ja, afgebroken moet worden. Dus dat is ook best wel veel werk. En daarbij komt ook nog dat wij gedurende de verbouwingen niet in ons huis gaan kunnen wonen. Dus eigenlijk over een maand en een half zouden wij al moeten gaan verhuizen om dan te kunnen beginnen aan het afbreken. En dan gewoon aan het feit dat ik denk van al mijn spullen moeten hier uit dit huis weg. Plek vinden voor die spullen. Ik moet hier nog ergens
ja, ik moet die ergens kunnen gaan opbergen. Ik moet die, ja, ik moet zien dat wij ook ergens een plek hebben om te gaan wonen. En dat hebben we gelukkig wel. Ik mag bij mijn zus gaan wonen. Qua planning is het in mijn hoofd even een serieuze error. Over een maand en een half moeten we beginnen met ze af te breken. Het is dan ook de drukste periode in de winkel qua werk. En dat voel ik nu ook al. En ja, ik heb het gevoel dat ik in een groeifase zit. Ik kan het werk niet bijbenen. Maar de omzet is er ook nog niet om mensen aan te nemen of om meer flexies in te zetten of zo. Dus ja, er komt gewoon heel veel werk bij mij terecht. En tussendoor moet ik nog een keer alles gaan inpakken. Ik moet alles gaan verhuizen. Again, terug na een jaar moeten we al onze spullen weer in dozen steken, verhuizen, ergens opbergen. Dan moeten we ergens anders gaan wonen. Dus heel veel veranderingen ook weer. Eventjes nadenken hoe dat ik alles ga regelen qua werk. En moeten we beginnen met afbreken in de drukste periode van het jaar. En mijn vriend zegt wel, oh, ik ga dat doen. Maar dan denk ik, ja, we hebben dat nog nooit gedaan. Hoezo weten hoe dat we dat gaan doen? Dus ik zit eigenlijk met heel veel vraagtekens. Want ik kan wel zeggen, oké, ze beginnen in februari, maar we hebben nog geen offerte. Dus evengoed gaan die verbouwingen gewoon niet door. Dan staan we terug bij nul. Ik heb het er heel moeilijk mee dat we zo niet verder geraken. Ik vind het enorm hatelijk als je achter mensen moet gaan zitten vragen en bellen en doen. En dat ik echt gewoon zoiets heb van, allee, ik stuur één mail, doet het dan toch gewoon in plaats dat ik u al 10 keer probeer te bellen en dat nog altijd niet in orde is. Ook met de persoon van het alarm, echt hatelijk. Ik denk echt dat ik iemand anders ga zoeken, maar dat staat echt op het laatste van mijn to-do-lijst. Ik heb zoiets van, ik heb al zoveel werk. Ik heb al zoveel te doen voor de winkel en voor de webshop en voor andere dingen, dat ik het er echt niet kan bijnemen om eigenlijk achter mensen te moeten zitten aanlopen en doen. Bijvoorbeeld de mensen van het alarm, die is echt spoorloos verdwenen. Die heeft een bel in de winkel geplaatst. Dat heeft mij €300 gekost trouwens. Die bel, die heeft na 2 weken, werkt die niet meer. Je belt daarnaar. Hij zegt van, ja, ik kom langs. Die is ondertussen al een half jaar spoorloos van de aardappel verdwenen. Dan moet er ook een update gebeuren aan het alarm. En ja, die mens is dus spoorloos verdwenen. En ik weet ook niet, kunnen wij daarvoor iemand anders inschakelen? Want ja, dat alarm is eigenlijk bij hem. Maar ik heb eigenlijk geen zin meer om met die mens samen te werken. Die reageert niet meer op onze telefoons, op berichten, op mails. En ik zeg al 2 maanden dat ik een aangetekende brief ga sturen. Dat is nog altijd niet verzonden. Omdat dat, ik zeg het, ik heb de to-do-lijst van de winkel en van het huis eigenlijk niet. En ik vergeet het dan gewoon. En dan denk ik daar zo, s'avonds voordat ik ga slapen, denk ik daaraan. Dan denk ik, oh ja, ik ga dat morgen wel doen. En dan de volgende dag ben ik bezig met mijn eigen to-do-lijst. En dan, ja, als dat daar niet op staat, dan doe ik dat ook niet. We hebben trouwens ook echt geen geluk met onze dakwerker. We gingen het dak boven de winkel isoleren en nieuwe roofing laten leggen. Dus vorig jaar hadden we daar dan iemand voor gevonden. Er zijn er 4 geweest waarvan we dan 2 offertes hadden gekregen. Dat we 1 hadden gekozen. En offerte getekend en hij ging in maart langskomen. Dan, het was dan maart of eind maart, we hadden die een berichtje gestuurd. En hij zegt van ja, door het slechte weer zal dat pas september zijn. In september, we wachten en wachten en wachten. Midden september sturen we dan een mailtje, geen antwoord. Sturen we die een sms'je en blijkt dat zijn zaak is overgenomen door iemand en dat we binnenkort gecontacteerd daarover gingen worden. Resultaat, hij vond eerst onze offerte niet, de overnemer. Dus die hebben dan doorgemaild dat die wel effectief getekend was. Conclusie, die mens heeft pas volgend jaar plaats. Maar dat zorgt er dus voor dat we dus nog een winter moeten overbruggen met eigenlijk water. Onze roofing, dat elk moment in de winkel kan binnenkomen. Er is al water in de winkel binnengekomen van leidingen van het bad. Ik hoop gewoon dat er niet nog waterproblemen bij komen van het dak. De make-up is gedaan en ik ga nu mijn haar nog stylen. Waar het eigenlijk in deze video op neerkomt is dat we gewoon, ja, dat ik met privé heel veel dingen bezig ben en dat het heel druk is in de winkel en dat ik mezelf heel veel stress of heel veel verantwoordelijkheden opleg of zo. Ik weet dat ik het mezelf makkelijker mag maken en
Dat het ook niet alleen mijn verantwoordelijkheid is, maar die van mijn vriend. Maar dat ik eigenlijk iemand ben die dat ja, automatisch op mij neemt. En waardoor ik dan eigenlijk ja, veel zorgen en veel stress rondloop. En dan heb ik alleen een beetje aan mezelf te denken, uiteraard. Er is heel veel dat moet gebeuren. En het voelt alsof ik de enige persoon ben die dat moet doen. En mijn vriend zegt dat ook heel vaak, van we zijn wel met twee. En ik ben er ook. Ik bezorg mezelf dus eigenlijk heel veel stress, waarschijnlijk voor niks. En dat zal wel allemaal goed komen. Voilà, dit is de make-up look. Ik ben klaar om de rest van de dag heel veel video's te maken. Mij ook gewoon te focussen op één iets. En al die zorgen die ik heb gewoon even achter mij laten. En ik wou dat ik meer kon vertellen over hoe dat het nu allemaal concreet zit. Maar zoals ik al zei, ik weet het zelf eigenlijk ook niet. Dus ja, het gaat nog een beetje afwachten zijn hoe alles staat te gebeuren. Ik ga hier en daar ook wel wat filmen. Dus ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En dan zie ik je hopelijk in een volgende video waar ik veel meer kan vertellen. Doei!